naam is Laura en ik ben de moeder van Joas. Ik wil graag mijn ervaring met jullie delen over de Mamaroo Sleep. Joas is inmiddels 3 maanden, maar het heeft echt wel even geduurd voordat hij goed sliep. De Mamaroo heeft daar echt aan bijgedragen. In het begin hebben we echt geoefend met inbakeren, in slaap wiegen. Ik schaam me een beetje om het zeggen, maar we hebben hem ook wel een paar keer in de auto gezet, omdat hij daar dan wel in slaap viel. De Mamaroo Sleep heeft zelfs een stand op de wieg staan, die het wiegen zoals die in de auto heen en weer gaat nabootst. Naast de autostand zijn er verschillende andere standen. Je moet zelf even kijken wat voor jouw kindje werkt, maar voor Joas is dat nog steeds de autostand. Er zitten ook verschillende natuurgeluiden op, bijvoorbeeld het tikken van de regen op een dak, het zuizen van de wind. Joas vindt dat echt heerlijk. Je kan ze zelfs door middel van de app die je op je telefoon kan downloaden met elkaar combineren. En je kan een timer opzetten via de app. Dat is heel fijn. De wieg is in hoogte verstelbaar. Dat is voor mijn man en mij heel fijn, want wij zijn best wel lang. Onze vorige wieg is best laag. Daarna moesten we steeds bukken om Joas erin en eruit te krijgen. En de Mamaroo heeft echt wel bijgedragen aan het beter slapen van Joas. Hij is nu een stuk rustiger en sneller in slaap en we hoeven hem ook niet de hele tijd aan te zetten. Voor ons was het dus een perfecte wieg. Doei!